staan in een prachtige gemeente, Heemstede. En er staan een schitterende dame ons op te wachten. Zij heeft een thuisgalerie. Ze heeft een thuisgalerie, dat is toch leuk? Ja, daar hangt Cubaanse kunst. En daar hangt Cubaanse kunst. Karin van Zijlen, Galerie Odessa, is open. Dag Karin. Hey, wat leuk om je te ontmoeten. Karin, hoe kom je er nou op om je huis beschikbaar te stellen als galerie? Nou, dat komt eigenlijk omdat ik erg geïnspireerd ben door kunst en door Cubaanse kunst. En mijn beste vriend is een Cubaan en hij heeft eigenlijk heel veel enorme passie voor schilderen. En is de laatste tijd steeds meer gaan schilderen. Is van origine holistische therapeut. En toen hebben we bedacht om dat dan eigenlijk bij mij thuis te doen. Omdat je veel beter een idee krijgt over hoe dan ook je schilderijen hangen. Je maakt me zo nieuwsgierig. Ja? Nou, dat eigenlijk moeten we maar eens even verder binnenkijken. Dames gaan voor altijd. En daar zit de kunstenaar, Carlos Parceres. Daar zit een prachtige dame, Bianca. Die is zijn vrouw. Carlos, you're making beautiful work. It's surrealism. It's trying to interpret what you see around in Holland. Hij heeft geprobeerd Groenendaal, het Groenendaalse bos, wat hier natuurlijk heel vlakbij ligt, om dat op doek te maken. Dit is ook mooi. Dit. Ayan Arena, Arena. Ayan Arena, Arena. Aperon, popom. Ja. Klopt, hè? Dit speel je op die muziek. It's just like that. Like op die muziek, hè? Wil je nog een kopje koffie, Rob? Nou, geweldig. Was zo'n prachtige dame. Ik heb het niet weigeren. Zeg, wat doet het allemaal met jou, die kunst? Nou, we besloten half jaar geleden om dus een home gallery te starten met alleen Cubaanse kunst. Van, in de goede zin is woord. Ja, het woord. Ga je ervan blozen? Nee. De verrekant, ook zo mooi. Ja, ga jij er nou even zien. En dan gaan we de slaapkamer in. Ja, nou, voor de kamer. Dag. Nee. Midden tussen de natrie. Ja. Maar doet het met jou dat dit werk allemaal op je slaapkamer? Ja, nou, meestal heb ik zelfs toch wel mijn ogen dicht. Dus het is gewoon een deel van de decoratie. Ja. Very good. Beautiful werk, man. Zij is voor mij.